Kunnen we ook mijn boek signaleren? Jazeker. Oh, fijn. Ja, maar dat boek, dat is niet van mij. Nee, is van mij. We hebben van de week gekocht bij de sigarenzaak. Ja, maar ik heb deze roman niet geschreven. Het spijt me. Ja. U bent toch de vrouwenarts, dokter Dick Faber? Nee, ik heet Carmichelt. Carmichelt? Carmichelt. Hij schrijft heel erg over dagelijkse gebeurtenissen. Hij kan over straat lopen en iets kleins kan hem opvallen en daar kan hij een wereld omheen scheppen. De oude man was bijna onder een bierauto gelopen, maar op het nippertje hadden ze hem teruggesleurd naar de stoep. Daar stond hij nu, fragiele witte kabouter in een oploop van beroepsvoorbijgangers, die allemaal riepen dat zulke stinkauto's maar raak reden. Ik ken hem van origine vooral van de televisie. En dan maakt hij natuurlijk een heel bijzondere indruk. Een ouder heer die op een plechtige, waardige wijze zijn columns voorlas. Met de nodige pauzes en gefrons van wenkbrauwen en zo. Daar mijn vader zijn hele leven lang voor een vleeswarenfabriek in Gelderland had gewerkt, kreeg mijn moeder in de oorlog elke maand een pakket vol in die tijd uiterst zeldzame heerlijkheden thuis gestuurd. Nederland is een columnistenland. Ziet u Carmichelt als de stamvader van al die columnisten? Ja, eigenlijk wel. Hij is de pionier geweest van een bepaald genre. En zeker op het gebied, zoals ik het ook schrijf, van de dagelijkse column. Dat maakt natuurlijk wel verschil, of je dagelijks schrijft of één keer in de week. Op dat gebied van die dagelijkse column is hij echt een pionier geweest. Hij heeft een genre neergezet, helemaal op zijn manier. En daarmee heeft hij zijn stempel op dat genre gedrukt en op alles wat erna kwam. Dat is zijn klasse geweest. Toen ik zelf columns begon te schrijven, heb ik op één verjaardag twee keer het boekje Poespas cadeau gekregen van een vriend en van mijn moeder. Dat was heel erg toevallig en heel erg leuk. Poes. Poespas. Hey, ik weet dat ze wel een poes is, hoor. Hey. En ook met het idee, omdat ik natuurlijk gewoon korte stukjes ging schrijven en zij allebei dachten dat dit een korte stukje schrijver was waar ik misschien door geïnspireerd zou kunnen raken. De oude meneer liet zijn hondje, dat klein en van een moeilijk thuis te brengen soort was, los in het Vondelpark, waar het meteen hollend en springend de vrijheid ging vieren. Ik heb hem altijd een meesterlijke stylist gevonden. Je kunt daar 30 jaar later misschien wel op afdingen dat het hier en daar wat te geforceerd is, te veel metaforen en zo. Maar dat vind ik verder niet zo belangrijk. Wat blijft is iemand met een hele trefzekere stijl, prachtige woordkeus, verrassende wendingen. Uit de kronkel bezoek. Precies om 8:00 in de ochtend werd ik klaar wakker. Door het raam keek ik naar de lucht die grijs was, maar met een vaag blauwe belofte. Ik stapte uit bed en trok mijn kamerjas aan. In het water van de wetering dreven twee zwanen. Ze komen wel meer 's ochtends, altijd samen. Het is een goed huwelijk. Ik liep naar de keuken om koffie te zetten en sinaasappels uit te persen. Dat doe ik iedere morgen. Huishoudelijke arbeid staat tegenwoordig in het verdomhoekje, maar ik doe het wel graag. Het zijn altijd dezelfde handelingen. Je verricht ze automatisch en kunt daarbij prettig denken aan iets of aan iemand. Wordt die nog gelezen? Te weinig, vrees ik. En zeker niet door de jongere generaties. Ik denk dat die door mensen onder de 40 niet meer gelezen wordt. Ik kan me voorstellen dat het niet bij iedereen nog op het nachtkastje ligt. Wat heel jammer is. En onterecht, lijkt me. De literatuur is ook een bedrijf met allerlei modes, rages. En een schrijver die dood is, is niet lang meer in. Die wordt niet meer bekeken. Kom maar, zeg ik, de hand uitstekend, zoals een christen de wang behoort toe te keren. Maar dan sist het dier alleen, gelijk een reptiel. En zendt mij via de ogen zoveel gramschap toe, dat ik van alle verdere bemiddeling afzie en mistroostig mijn consumptie ledig.
Ik lees sowieso één keer in de twee weken Camichot als ik ga voorlezen in een verzorgingshuis. Dat is vrijwilligerswerk. Daar mag ik zelf bepalen wat ik lees. Dus ik lees daar sowieso alleen maar wat ik zelf ook leuk vind. En ik heb daar Camichot meegenomen en dat is een groot succes. En ik vind dat zelf ook altijd heel interessant en het is zo geestig en zo lief ook wel. Dat ik het heel erg graag lees daar. Ze maakte geen serieuze, maar wel een gelukkige indruk, die twee. Toen dat zusje in een rieten koffertje was weggevoerd, zat hij wel een uur lang zeer nadenkend op zijn staartje. Hij zag opeens dat er niets meer te ravotten viel en kreeg moeite met de zin des levens. Het werkt heel goed, denk ik, omdat het veel in Amsterdam speelt. En ik lees natuurlijk ook voor in een Amsterdams verzorgingshuis. Dus mensen kunnen dat daar ook leuk, straatnamen herkennen en zulke soort dingen. Maar het is natuurlijk ook de taal die heel erg aanspreekt. Het is heel erg mooi geschreven en met heel veel woorden, ja, archaïsche woorden die ik zelf soms ook nog niet ken. Dat ook heel leuk is, dan kan ik ze leren kennen namelijk. Dus dat werkt gewoon wel heel erg goed. Ik kom er niet gauw aan uitgekeken en ik kom er ook niet gauw aan uitgeschreven. Ter gelegenheid van zijn 100ste geboortedag verschijnen er onder meer twee boeken, Dwalen door Amsterdam en Gedundrukt. Kijk voor meer informatie op onze site.